Nadat u uw klantgegevens heeft binnengehaald in Customer Insights en nadat u de mapping, matching en merging heeft uitgevoerd, dan geeft u als resultaat een nieuwe klantendatabank waarin unieke, volledige klantprofielen zitten. En u kan deze klantprofielen bekijken in Customer Insights zelf. Dus hiervoor klikt u na die mapping, matching en merging op klanten. En dan krijgt u een zicht op die klantendatabank. U kan erin browsen of individuele klanten gaan opzoeken. Door te zoeken op trefwoord. U kan daarbij de naam gebruiken. Of een unieke code, zoals het nummer van een klantenkaart. Dan klikt u een klantenkaart open. Of een klantprofiel open. En dan ziet u bijvoorbeeld het profiel van Abby Moss. Waarbij dat u de gegevens over de klant zelf. Uh, kan gaan bekijken. Maar u ziet hier ook een heel aantal andere gegevens die hier ook op, deze, uh, op dit klantprofiel staan. En zoals bijvoorbeeld berekende parameters, zoals totaal aantal clubpunten die op de kaart staan, totaal aantal uh, dollars dat Abby Mos heeft uitgegeven over haar ganse tijd dat zij klant is, um, een gemiddelde aankoopwaarde, op het web gemiddelde aankoopwaarde in de winkel. En verder ziet u hier ook bijvoorbeeld affiniteiten ten opzichte van bepaalde belangen of ten opzichte van bepaalde merken. En hier ook een timeline van aankopen in de winkel, aankopen op de website en reviews. Hoe dat u deze gegevens samenstelt, met andere woorden de tijdslijn, deze beregende parameters en deze Affiniteiten, hoe dat u die gegevens koppelt met uw klantprofiel, dat gaan we straks bekijken.